Summer, ik neem jullie deze week mee naar Milaan Fashion Week. Are you ready? Ik ben bij Beentje geweest. Het is een hele kleine... Een hele kleine elevator. Ik ga nu een Moschino fitting. En vandaag is voor de rest een beetje chillen, denk ik. Ik ben eindelijk terug in mijn hotel. Ik heb heel veel konijnenvoer gehad. Super happy. En kijk naar Anna. Holland's Next Top Model. Ik heb dus net gehoord dat Prada niet doorgaat. Ik zou misschien namelijk Prada lopen en zou ze mijn haar afknippen en alles. Ik zat er ook een beetje overin qua haar. Ik wil geen kort pittig kapsel krijgen. Maar ja, dat gaat dus niet door. Wat jammer is, maar... ook weer niet. Nou ja, maar wat ik even wil zeggen is dat modelwerk, het heeft zijn pieken en dalen. That's the word. Zo ben ik in New York ook gecanceld voor Tom Ford 1 dag voor de show. En dat was niet heel leuk. Maar weet je, het hoort erbij. En bijvoorbeeld de dag erna ging ik opeens shooten met Karl Lagerfeld in Lagerfeld of whatever zijn achternaam uitgesproken wordt. In Parijs en heb ik een Chanel tas gekregen. Trouwens, sorry dat ik zo uitzie. Ja, ik doe alsof dit heel normaal is. Heel chill masker wel. Het is een soort houtskool of zo. Het is een beetje, het helemaal tegen mezelf praten is niet mijn ding. Maar oké. Ja, hoort erbij. Good night. Ik ben klaar met werken vandaag. En kijk hoe mooi het park is. Het is net Vondelpark. Ik mis Amsterdam, maar dit maakt me Amsterdam iets minder erg missen. Hallo, ik heb vandaag niet heel veel kunnen filmen. Dat heeft te maken met het feit dat ik mijn oplader vergeten was. En daardoor echt een paar keer zonder mobiel zat. Wat niet heel makkelijk is. Ik ben ook meerdere keer verdwaald. Ik had vandaag geen driver, want ik had maar 3 fittings. Dus ben ik gewoon heen gelopen. Ik vind lopen leuk en het is mooi weer. Dus why not? Instead of being stuck in a car. Ik kwam Anke en Saskia tegen, wat echt top was. En I found myself. Het is nu 22:00 of zo. En ik zou eigenlijk een beetje gaan chillen en film kijken en bellen met vrienden thuis. Maar het blijkt dat vrienden mij ook laten met shooten. Dus ik ga nu met hun iets drinken. Dat zijn fotografen die wonen in Milaan en die wonen echt naast mijn hotel. Wat echt heel chill is. Dus die ga ik nu zien. I'm really excited. Sparmaats, Dolce & Gabbana, fittings en dan Moschino. Hebben jullie ooit een persik gezien die zo freaking groot is? Hello Kitty for life. En SpongeBob next to it. Backstage bij Moschino en look what I found. I'm going to do my nails in one Dutch. Ik had dus vandaag een motorbike between Sportmax en Etro shows. En ik dacht echt dat ik het niet zou overleven. In Milaan, ik weet waarom, hebben ze altijd hele kleine scooters, brommers, motor, whatever het is. Nee, het is geen motor, het is een scooter. Maar het is echt zo'n klein dingetje. Ik dacht, ja, leuk bedacht dit, maar it's not happening again. Dan ben ik liever een beetje te laat bij die show. En gewoon met de auto, want het was echt
Scary. Oké, even los van alles. Ik wil je vertellen wat de beste aankoop is van 2018. Als je veel reist en je wilt je kleren altijd zonder kreukels zijn, you should get this. Steamer to go. Echt het beste iets ooit. I mean, ik heb altijd echt kleren die helemaal gewoon blouses en dingen die echt super veel kreukels in zitten. Oké, mijn haar is dus ook. Dus het is gewoon ook jammer dat gewoon mensen backstage mijn haar gewoon lekker naar de kloten helpen. Bedankt jongens. Toen neiden ze neid dat ik echt zin heb om lekker antisociaal te doen. En met mijn eentje een kerstfilm te kijken. Ja, oké, het is een zaterdagavond en ik kijk een kerstfilm. Because why not? Ja, wat ik nog even wil zeggen is dat ik alleen maar aan het praten ben in mijn video's als ik alleen ben. Op straat loop. Want ik vind het een beetje awkward om dat backstage te doen. Ik weet niet of mensen dat chill vinden of niet. Ik ben geen professional vlogger. Dus ook als ik met vrienden of vriendinnen ben, dan vind ik het een beetje weird. Dan zeg maar, hey, kun je het zeggen tegen de camera? Dus sorry bij deze. And let's pack for Paris right now. Morgen nog één show, Dolce & Gabbana. Almost done. Yes, 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 yes.